Waarom denk je dat wij, bosbewoners, telkens weer jullie prinsessen geholpen hebben? Geen idee. Zeg het maar. Nou, we moeten eten. En jullie hebben voedsel. Eeuwenlang hielpen wij de prinsessen. Ook al waren zij vaak zure bessen. Wij ruimen op, zonder te klagen. Laat de kleren die ze wilden dragen. Wat was onze dank? Beloonden ze het? Nee, geen korst en geen kruimel, geen brie, geen baguette. Ah, maar van al dat werk raakt je buik niet vol. Dat je die doen dat zomaar voor de lol. Een hapje op zijn tijd, is dat soms ook gek? Geef alsjeblieft wat voor in mijn buikje, in mijn bek. Wat eten op zijn tijd. Een bonenbeen, een noot of een rozijn. Wat een hapje op zijn tijd is wel zo fijn. Het is gewoon niet veel wat ik best wel vragen mag. Want jouw rommel opruimen doe ik elke dag. Doe ons maar een bon, alsjeblieft geen iets. Want de vogels zijn toch niet gewoon voor niets. Wil jullie een hapje? Hapje op zijn tijd, dan ben je op het juiste kasteel. Doe maar mee. Doe ons dan weer pakken. En dan namen we ten marmers. Ja, een wortel dat bestel gezond konijn. Waarom is de adel gek? Doe een koninklijke snack. En we hebben altijd plek. Als het gaat om lekkere trek. Ja, we zullen elke dag je hapje zijn. Maar een hapje op zijn tijd. Een hapje op zijn tijd. Ja, een hapje op zijn tijd. Fijn.